Goedemorgen jongens, het is vandaag vrijdag. En ik weet niet waarom, maar ik heb al 2 dagen zo'n gevoel van, ja, ik wil gewoon vandaag vloggen. En dus ik heb de vrijdag maar gedaan, dat is wat makkelijker. Ik ben vandaag op school, dus ik ga kijken hoe lang deze vlog gaat worden, maar ik denk dat het wel gewoon gaat lukken. We gaan vandaag namelijk ook koken. En dat wordt gewoon aardappel, groente, vlees. Het wordt broccoli met, wat was het, kipsnits of zoiets. En en dan gewoon aardappels volgens mij. Ik weet het niet, joh. Dus ja, ik was al op vanaf 5:30. Het is nu bijna 6:45. Het is nu 6:50. En ja, ik heb er wel heel erg zin in vandaag. Ik ben ook wel moe. Oh, waarom voelt deze stekker altijd? Maar ja, het gaat gewoon super leuk worden, denk ik. En ik heb ook een klasgenoot op school zitten. En die heeft ook een tijdje van die vlogvideo's gemaakt en van die andere video's. En ja, die is er toen mee gestopt om redenen. En ja, ik hoorde deze week van haar dat ze weer gaat beginnen. Dus dat vind ik super leuk. En ja, misschien dat ik haar ook een beetje kan promoten en vertellen hoe ze hoe ze is in mijn vlog. Dus ja, dat gaan we zien. Ik hoor van haar wel of ze het leuk vindt of niet. En ja, verder doe ik niet heel veel vandaag. Ik zit vandaag tot 1:50. Waarvan 1 tussenuur. Dus doe ik niks. Dus ja, misschien dat ik dan weer een Netflix video ga kijken of zo. Dus ja, dat is wel cool. En ja, ik weet echt niet wat ik verder ga doen. Mijn tas is wat leeg. Dat is echt zo'n rommelhoekje daar. Dus als ik zo op de camera kijk, daar zitten al de spullen voor de hamster. Ja, mijn tas is gewoon echt super leeg. En ja, ik weet echt niet verder wat ik ga doen. Oh, en trouwens, misschien weten jullie of kennen jullie ze wel. Marcus en Omi. En die eten, het is niet echt eten, het is meer drinken. Elke ochtend een smoothie, die maken ze van groentes of fruit. En dat bleek heel gezond te zijn, maar ook lekker. En ja, niet zo. Normaal als je ochtend eet, dan zit ik daarna meestal ook gewoon heel erg vol. Maar nou dacht ik, wat als ik het ook eens een week volhoud? Ik ben nu een week bezig. En tot nu toe gaat het echt goed. Het is heel lekker, de smoothies. En ik doe het dan met fruit, niet met groentes. Dat komt nog wel een keer. En ja, ik vind het super lekker, echt. Het is inderdaad wel luchtig 's ochtends. Maar ja, het is ook wel weer gezond, weet je. Je hebt wel vitamine binnen. Want ik ben niet zo gek op fruit om dat zo te eten. Maar als het in de smoothie zit, vind ik het best lekker. En gisteren kwam ik erachter dat de kiwis nog niet rijp waren. Want ze waren super, super, super zuur. Dus gisteren heb ik mijn smoothie maar voor de helft weggegooid, overgeslagen. Dus ik voel niet echt lekker. Dus ja, en zij ligt Tara weer op bed. Tara! Hallo! Dus ja, en ik ga zo weer een smoothie maken. Dus misschien dat jullie een beetje mee kunnen kijken. Hoe ik het ook. En vandaag gaat er denk ik banaan en ananas in. Met het sap. Want ik heb vorige keer banaan, appel en jus d'orange gedaan. Maar dat werd echt een hele vieze combi. En misschien een beetje limonade siroop. Dus ja. Maar ik ga stoppen nu. Want mijn hand die slaapt. Dus ik kan hem niet echt stil houden. Dus ja, tot zo jongens. Smoothie time. Ja. Ananas sap met banaan. En op school jongens, ik heb echt geen zin vandaag. Ik heb veel verzorging. Mijn kluisje. Er moet niks in mijn kluis, toch? Nee. Ik weet niet, wat hebben lessen dan? Wiskunde en gym. En zenuwen. Ja, en verzorging. En dan gaat het kluisje weer dicht. Hey jongens, we hebben net dit pak opgemaakt wat waarschijnlijk eigenlijk helemaal niet mocht. En ja, nu hebben we het gevuld met water om te laten merken dat het niet leeg is.
nu in de les en helemaal niks aan het doen. Een beetje aan het klooien op mijn telefoon. Hey jongens, ik zit nu in een beetje zachtjes, want ik zit nu in de kantine. En ja, ik heb een tussenuurtje nu in de receptles. Ik zit lekker aan mijn huiswerk hier zo, met muziek en oplader. Ja, ik doe niet heel veel nu. Ik ben op verzorging aan het doen. Het chudorantje gehaald, lekker. Ja. Dus ik heb zo meteen pauze. En daarna heb ik. Ik heb even lunchpauze. En daarna heb ik om 1:15 weer. Wiskundeles. En dan ben ik uit. Weekend! What are you doing? Nee. Hey jongens, zoals jullie kunnen zien, ben ik nu weer thuis. En ja, ik heb een zware dag gehad vandaag. En niet heel veel gedaan eigenlijk. Ja, het werd vandaag alsnog wel zwaar. Gesprek gehad met mijn gymleraar. Ja, nu chillen. Hey jongens, is de tweede smoothie van de dag. En ja, dit is appel en druif. Het ziet er heel groen en vies uit, maar ik ga nu kijken of het lekker is. Het is echt duidelijk die druif. Ah, dit is wel lekker. Say was that I have uploaded a video on my main. Jongens, ik kijk een hele oude vlog van Zoe. Super oud. Daar woont ze volgens mij net in haar in haar flat. En ja, ze zijn nu inmiddels alweer verhuisd. Dus het is wel oud. En ja, ik vind het eigenlijk wel nice. Ik vind het heel erg inspirerend en leuk om te kijken wat hun allemaal in de vlogs doen. Dat kan ik ook gebruiken of dat kan ik anders doen. En dat soort dingen. Dus ja, dat vind ik super leuk om te doen. Ik ga zo... Wat ga ik zo doen eigenlijk? Ik ga zo meteen even alles op een rij zetten wat ik aan huiswerk heb en zo. Wat ik moet doen en wat ik als eerste heb en daarna en... Wat het meeste is om te leren. Dus je hebt best wel schoolweekend. Wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja, morgenochtend om 10:00 volgens mij gaan wij naar Rotterdam. Ik zal een heel klein stukje vloggen. Want ook daar, net als vorige week, gaan we een school bezoeken. En we gaan het Alberda College daar bezoeken. Dus ja, het is wel leuk. Ik vind het super leuk om te doen en... Op zoek naar mijn tweede school. Dus ja, ik vind het wel nice. En ik zit net te denken hoe ik deze vlog, als die vanavond af is. Ja, niet vanavond, morgen. Hoe ik hem ga noemen. En die hebben eigenlijk geen flauw idee. Jullie zien het op zaterdag, maar dit is vrijdag gemaakt. Maar ik vraag me heel erg af hoe ik deze vlog ga noemen. Want ik heb zoveel verschillende dingen gedaan. Dus ja, misschien is het trouwens raar, maar ik zet mijn titels van mijn vlogs altijd in het Engels. Misschien heel raar of zo, maar voor mij is het dan makkelijker te vinden. Dus ja, that's it. Nu vlog kijken van Zoe, daarna ga ik Elfie, daarna allemaal van die oude vlogs van kijken. Is wel leuk. Dus ja. Hey jongens. Ik heb net lekker gegeten. Ik ben heel erg moe. Dus ik denk dat ik niet later op blijven. Ik ga zo meteen even een dutje doen. Daarna weer wakker worden. En misschien even tv kijken of film of... In ieder geval zoiets. En ik weet eigenlijk niet wat ik verder ga doen. Niet heel veel, denk ik. Maar ja.
Zoe houdt haar camera op een hele rare manier vast. Oh, maar denk ik wel. Super cool. Oké, okay. Ja, beter. Dus ja, mijn ogen zijn waarschijnlijk helemaal zwart. Oh, mijn make-up is uitgelopen. Omdat ik mijn ogen een tijdje dicht heb gehad. Dus ja, ik doe niet heel veel meer vandaag. En ja. Ik denk dat ik zometeen nog wel een paar vlogs ga kijken. En maandag komt mijn hoesje binnen. En ik denk ook ergens in die week dat mijn beanie binnenkomt. Met Sorry About My Hair erop van Elfie. Super cool. En ja. Ik zal de link van de beanie onder in de description box zetten. Als jullie het leuk vinden, misschien ook kunnen bestellen. Misschien zien jullie andere leuke dingen. Dus ja. In dit geval ook Sorry About My Hair. Het ziet er niet uit. Het heeft geen zin meer. Ik ga vanavond even douchen, denk ik. En dan is het een outfit zoeken voor morgen. En dan is het morgen naar het Albert College. Waarom is die camera zo dicht op mijn hoofd? Dus ja, that's it. Ik ga zo eventjes een tukje doen. En daarna vlogs kijken. Dus tot straks, jongens. And I'm waking up, guys. Ik ben net wakker en ja, het was een lekkere nap. En het is een keer aardig donker in mijn kamer, vandaar dat ik mijn zaklamp aan heb. Zoals jullie kunnen zien. Dus ja, de licht doet het even niet. Waarom weet ik ook niet. Maar ja, ik denk dat ik zo even onder de douche ga stappen. Ik voel me niet echt heel lekker, dus ja, warme douche kan ik wel even gebruiken. En ik denk dat ik daarna ga slapen. Ik ben heel moe. Echt heel moe. Ik weet ook niet wat er met mijn stem aan de hand is. Maar ja, ik ga daarna slapen. En ja. Dan morgen naar het Albert College. Ik weet trouwens echt niet waar deze vlog over ging. Volgens mij was het niet heel erg boeiend eigenlijk. Maar ja, we zullen zien. Het was echt een random vlog. Dus ja, we zullen zien waar deze heen gaat. En ja, jullie zien hem morgen voor jullie vandaag. Hij is vandaag online gekomen voor jullie. En ja. Ik stap nu eerst even onder de warm dus. Shower time! Hey jongens, zoals jullie kunnen zien ben ik net klaar met douchen. Oeh, dat was echt snel. Ik heb nog nooit zo snel gedoucht. Nou ja, ik wil gewoon heel graag gaan slapen. Auw. Het was mijn enkel. Ja, ik wil gewoon heel graag gaan slapen en ik ben echt moe. En ik ga nu even gaan wat drinken beneden. En dan is het tijd om naar bed te gaan. Zo ja. Let's have a drink. And I'm all tucked up in bed. Ja. Vandaag een leuke dag gehad. Zoals ik misschien vandaag al had verteld, zwaar. Maar ook heel grappig door dat pak appelsap wat we gevuld hadden met water, zodat het leek alsof er wat in zat. En ja. Niet veel gedaan op school vandaag. Onwijs veel huiswerk meegekregen. We hebben zo'n dik boek voor verzorging. Ik zal het morgen even laten zien. En we moeten bijna de helft van het boek leren voor een toets. Dat is echt niet normaal. En gewoon elke keer weer, dat is echt niet normaal. Om de 6 weken weer een toets, dat is echt niet normaal. En dan krijgen we precies 1 week, nog niet eens, 1 dag minder zelfs, om die toets te leren. Zo'n dik boek, dat is echt niet normaal. En ja, verder gewoon normale toetsen en zo. Dus ja, dat valt wel mee. Dus ja, dus dat is het voor vandaag jongens. Ik ga lekker slapen, ik ben heel moe. En mijn wekker staat om 8 uur, morgen om 10 uur naar Alpera, Rotterdam. En eens kijken wat ik morgen kan. Ik wilde bijna achteraan zeggen ga vloggen, maar inderdaad eerst kan.
In bepaalde plekken mag je gewoon helemaal niet vloggen. Dus we zullen zien. Ik zie jullie morgen, jongens. En ja. Als jullie deze vlog wat leuk vonden, give it a thumbs up. En abonneer op mijn kanaal. Schrijf iets leuks in de antwoorden, in de comments. En see you guys all tomorrow. So, what do I have to say? Oh yeah, I know. Good night, guys.